De politie heeft vanmorgen in een woning in de Jan Lichthartstraat in Rotterdam een overleden man aangetroffen. Agenten gingen rond 4 uur 's ochtends af op een melding van een vechtpartij. Ter plaatse troffen zij op de galerij 2 ruziënde mannen aan. De agenten haalden de vechtersbazen uit elkaar en deden onderzoek in de woning. Daar bleek het lichaam te liggen van een man welke door een misdrijf om het leven is gekomen. De agenten hielden de twee mannen van 28 en 32 jaar oud aan om hun betrokkenheid rondom de dood van de man te onderzoeken. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De politie roept getuigen op om zich te melden.